Het Centraal Bureau voor Burgerzaken heeft landelijk 24 nieuwe stembureaus geïdentificeerd. Zo meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. De nieuwe stembureaus zijn bedoeld om kiezersoverschotten op te vangen en de stembusgang te vergemakkelijken, zegt Soraya van den Berg. Zij is coördinator van de werkgroep Legger. In verband met de verkiezingen van 2020 is de werkgroep in januari gestart met veldoriëntaties. Uit de oriëntaties is gebleken dat bepaalde stembureaus moeten worden verplaatst naar locaties die dichter bevolkt zijn. Doordat de kiezerspopulatie in sommige gebieden is gegroeid, zijn er nieuwe locaties nodig. In Paramaribo zijn er 5 nieuwe stembureaus geïdentificeerd. In Wanica 10, Kommewijnen 2, Marowijnen 1, Brokopondo 2 en Sipaliwini 3.